Niet voor het eerst deze week is er contractnieuws rondom Ajax. Woensdag melden namelijk Zakaria El Azouzi en Mauro Savastano zich in de Amsterdam Arena om een meerjarige overeenkomst te ondertekenen. Voor beide A1-junioren is het hun eerste contract bij Ajax. Hier droom ik al vanaf kleins af aan van. En het is heel mooi om je eerste contract te tekenen voor zo'n mooie club. Het geeft me veel vertrouwen als je merkt dat de club veel vertrouwen in je heeft. En ja, ik denk dat ik me het afgelopen half jaar goed heb bewezen. Ik heb goed gespeeld, vind ik. Ik heb me goed ontwikkeld en ik denk dat ze daarom vertrouwen in me hebben gekregen. Savastano zette zijn handtekening onder een verbintenis voor 3 jaar. Maar voor El Azouzi lag zelfs een contract tot medio 2020 klaar. Wat zegt het jou dat Ajax zoveel vertrouwen in je heeft? Dat zegt heel veel natuurlijk. 5 jaar is een hele lange periode en daar ben ik echt heel erg trots op. Dat ik tot mijn 23ste nog bij de mooiste club van Nederland nog speel. We zagen je in de Youth League bij de A1 het ene naar het andere doelpunt maken. In hoeverre is het echt een beloning voor je prestaties? Ja, ik denk dat dit een beloning is voor de laatste tijd, ja. En ja, daarvoor heb ik natuurlijk speelde ik ook wel goed. Maar ik denk dat ik de laatste periode best hoog niveau heb gehaald. En dat heb ik niet alleen gedaan natuurlijk. Dat heb ik dankzij mijn teamgenoten ook. En dankzij de trainers. En daar wil ik ze allemaal voor bedanken. Zakaria, die had ook andere opties in het begin van het seizoen. Terwijl hij al 17, 18 is. Hè? Dus hij had ook een andere optie kunnen maken. Maar hij heeft toch geduld gehad. En daar is hij enorm voor beloond. Nou, daar ben ik ontzettend trots op. En ook voor Mauro. Dat zijn 2 uitstekende spelers. Waar Ajax absoluut heel veel plezier aan gaat beleven. De A1 is het seizoen meer dan voortvarend begonnen. Of El Azouzi nog lang deel uitmaakt van dat team is de vraag. De spits traint de komende 2 weken mee met Jong Ajax en hoopt daar een plekje af te dwingen. Voor Savastano is duidelijk wat hij met de A1 dit seizoen wil bereiken. Natuurlijk kampioen worden en in de Youth League eerst worden. Zit dat erin? Ik denk het wel. We hebben een goed team en ik denk dat we een grote kans maken. Ik wil Wim Jonk heel erg bedanken voor dat hij mij heel veel heeft geholpen op voetbalgebied. Op het voetbalveld en naar buiten. En de fysio's, het performance team die altijd voor je klaar staat. En als je geblesseerd bent en weer elke ochtend krachttraining of looptraining. Iedereen die op de toekomst werkt, wil ik gewoon bedanken.